R.U.2 op jubileum Sint Oda. 300 jaar brandweer Venray. Het is vandaag 11 november, dit is het Pelemaasjournaal. Afgelopen weekend vierde muziekvereniging Sint Oda het 95-jarig jubileum. Zaterdagavond verzorgde de Venrayse coverband R.U.2 een optreden. Vrijdagavond openden de jubileumfeesten met het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Zondag hield Sint Oda zelf een concert. De fanfare is in 1918 door het kerkbestuur opgericht. Inmiddels 95 jaar verder heeft de fanfare nog steeds bestaansrecht. We zijn nu een dynamische muziekvereniging met een fanfare, een drumband en een jeugdorkest. En hoeveel leden hebben jullie op dit moment? Ongeveer 80 leden alles bij elkaar. En nou hebben heel veel verenigingen het moeilijk met leden te zoeken. Hoe is dat voor jullie? Nou, bij ons is dat natuurlijk ook moeilijk. We hebben alleen enkele jaren geleden een dirigent aangetrokken. Speciaal voor het jeugdorkest. Hij is nu ook dirigent bij onze fanfare. En hij kan ontzettend goed met jeugd, de jeugd begeleiden en alles. Nou, en tot nog toe werkt het goed, want ons jeugdorkest is de laatste jaren enorm gegroeid. Zaterdag was het aan R.U.2 om een optreden te verzorgen in Merselo. Voor in totaal zo'n 800 mensen, voornamelijk uit de buurt. En dat voelt voor de band toch wel als thuiskomen. Ja, zeker. We hebben de afgelopen jaar geregeld verder weggestaan. En hier in Merselo, we hebben er veel reclame voor mogen maken. En het is weer heerlijk eigenlijk. Lekker dichtbij. Ja, en een hoop bekende mensen. Dus dat is heerlijk. Ja, dat is leuk. Hoe ziet jullie repertoire een beetje uit? Natuurlijk van U2, maar wat voor nummers doen jullie allemaal? Ja, eigenlijk van alles. We proberen een mix te maken met de hits. De nummers die iedereen wil horen. Maar ook wat onbekendere nummers die we zelf ook heel erg mooi vinden. En die ook wel gewaardeerd worden door echte U2-fans. En die spelen jullie natuurlijk wel vaker. Is het dan nog wel leuk om altijd diezelfde nummers te doen? Nou, sommige nummers heb je wel zoiets van die echte hitjes zoals Sunday Bloody Sunday. Dan heb je het op een gegeven moment wel een keer meegehaald, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, als je hem dan speelt, dan slaat hij toch wel altijd heel erg goed aan. En dan is hij toch wel weer heel erg leuk om te doen. En nou komt er in januari een nieuw album aan van U2. Zijn jullie daar dan zelf ook nog heel erg mee bezig? Jawel, ik moet zeggen, ik hou het wel een beetje bij. En ik denk ook wel als wij de eerste keer de nummers horen, dat we het optreden daarna ook wel zeker twee nummers kunnen spelen van het nieuwe album. Na afloop lekker even een biertje met z'n allen doen. Ja, zeker. Ja. Nee, dat is leuk. En dat is ook leuk van thuiskomen. Want dan kunnen we in ieder geval lekker een biertje met bekenden drinken. En lekker. En volgende week komen we terug, denk ik. Naar de Roosentaler kijken. En met dat optreden wordt het jubileum afgesloten. Op vrijdag 15 november staat de Roosentaler in Merselo. In de topklasse korfbal verloor de Peelkorf op de eerste competitiedag in de zaalcompetitie van titelkandidaat Zwift uit Velde. De gasten wonnen na een 6-9 ruststand uiteindelijk geflatteerd met 12 doelpunten verschil. Het werd 10-22. Zwift nam meteen een 0-2 voorsprong, maar verkeek zich in de veerkracht van de IJsselsteinse korfbalsters. Met twee fraaie afstandsschoten van Rian Litjes en Lisa van Leijsdonk trok de thuisploeg binnen enkele minuten de stand gelijk op het scorebord van Sporthal de Wetteling in Venray. Dat was ook het spelbeeld in de eerste helft. In de tweede helft kon de thuisploeg tot 8-11 bijbenen, maar zag de gasten vervolgens door 4 treffers op rij weglopen. Dat was de genadeklap voor de Peelkorf. Burgemeester Hans Gielissen en directeur Veiligheidsregio Piet Lucassen nemen op vrijdag 15 november tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond in de Witte Hoeve het eerste exemplaar van het boek 300 jaar brandweer Venray in ontvangst. 3 eeuwen lang hebben gewone mensen zich als brandweervrijwilliger ingezet voor de Venrayse gemeenschap. Het boek geeft een kijkje in de keuken van de brandweer toen en nu, in het kader van het 300-jarig jubileum dat in 2014 wordt gevierd.
Het oudste document dat wij gevonden hebben stamt uit 1714. En toen heeft het gemeentebestuur besloten om 2 brandspuiten aan te schaffen. En ja, dat vonden wij een aanleiding om inderdaad te zeggen van ja, een mooi boek om een kijkje te geven in de keuken van de brandweer voor onze burgers. Wat is er allemaal te vinden in het boek? Nou, je ziet in het boek eigenlijk een tijdslijn terugkomen en dat begint eigenlijk vanaf 1714 tot aan heden. Er zullen herkenbare branden van Venray in komen te staan, maar natuurlijk doet de brandweer veel meer dan alleen branden blussen. Dus er staan hele mooie verhalen in van allerlei dingen die de brandweer heeft meegemaakt. En dat is eigenlijk een klein beetje de opbouw van het boek. Bekende branden die onder andere worden belicht zijn die van de Witte Hoeve in 2002, de Brouwersbrand en de brand in de aardappelloot van PK Kroef in 2011. De presentatie van het boek is het startschot van het jubileumjaar, waarin veel activiteiten worden georganiseerd. Wij hebben 2014 uitgeroepen als jubileumjaar. Dat jaar willen we verschillende activiteiten gaan organiseren. Een van die activiteiten is in het Venray Museum, daar starten we mee. 31 januari dan is er een expositie, 300 jaar brandweer Venray. In samenwerking met het Venray Museum worden de foto's, materialen vanuit 1714 tot en heden tentoongesteld. Brandweer Venray nodigt iedereen van harte uit om de expositie in het Venray Museum te bezoeken. Maar naast de tentoonstelling en het boek zijn er nog meer dingen te doen, zoals een 112-dag en een rondleiding. En dit allemaal om de mensen in Venray kennis te laten maken met het werk van de brandweer. Wat er gebeurt is dat ze alleen maar de brandweer zien met een hele grote tatu en een zwaailichten en sirene en dus overdag en s'avonds laat. Dan willen wij graag een keertje laten zien wat speelt er nou eigenlijk, wat is er nou eigenlijk aan de hand en wat doet de brandweer zoal nog meer. Als alleen maar brandjes blussen en een hele hoop herrie maken. Dus we willen heel graag een keertje laten zien wat we doen en wat we kunnen. En dat voornamelijk dus voor de burger? Ja, onze vrije tijd voor uw veiligheid. Het boek is verkrijgbaar bij Boekhandel van de Munnekhof en het VVV-kantoor in Venray. Tot zover het Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht raakt het bewolkt en er zijn perioden met regen of motregen. Morgen zijn er de hele dag langdurige perioden met regen. Het is overwegend bewolkt en met zo'n 9 graden wordt het water koud. Fijne avond en heel graag tot morgen.